de serie over voorjaarsbloeiende bloembollen zijn we nu wel aan de finale toe. De grande finale kun je wel zeggen. Misschien hoor en zie je het al achter mij, maar vandaag wil ik iets vertellen over de alliums. Hoor je de insecten die op deze alliums afkomen? Dit zijn Bulgaarse uien en qua kleur zijn ze misschien niet zo spectaculair, maar qua aantrekkingskracht op insecten zijn ze in niets te overtreffen. Deze alliums die doen me altijd ongelooflijk denken aan de Efteling. Misschien aan door de vorm van een zweefmolen of van die hangende werelden in, hoe heet het ook alweer, Droomvlucht. Ja, Droomvlucht. Want wat gebeurt er namelijk? Als deze uien beginnen te bloeien, dan krijg je eerst van die hele lange spitse bloemknoppen. En als die openbarsten, en dan komen er net als bij een zweefmolen allemaal hangende belletjes aan. Dat zie je nu nog achter me. En als die is uitgebloeid, dus als ze zijn bestoven, dan gaan ze rechtop staan. En in dat stadium bevinden zich die alliums nu. Je ziet het al, sommige belletjes hangen nog en andere staan recht overeind. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats. Deze uien ruiken ook echt naar uien. Er zijn nog veel meer soorten alliums. Deze zijn natuurlijk heel bekend. Die grote paarse bollen. En hoe meer je er hebt en door je border heen verdeelt, hoe mooier het wordt. Ook dit zijn alliums. Halve bollen zijn het. Een beetje schermvormig. Hele kleine, mooie bloempjes. Kijk maar. Prachtig hoe ze in de wind bewegen. Nu de voorjaarsbloeiende bloembollen wel zo'n beetje op hun eind lopen, wordt het tijd voor de zomerbloeiende bloembollen. Die staan al volop in de knop. Maar daar ga ik vandaag nog niks over vertellen. Eerst nog maar eens even genieten van de rozen. Bedankt voor het kijken. Dag.